Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag nummer 6. Dit is mijn situatie op het moment. Ik moet huiswerk maken, ik heb water met ijs, gemberthee. En ik heb de iMac op tafel gezet, zodat ik hier Vlogmas video's op kan kijken. Uiteraard begin ik de dag met eentje van Zoella. Ja, we hebben geen smart TV, dus ik kan zeg maar niet met YouTube ernaar streamen en dan nog op mijn laptop werken. Dus ik heb gewoon de iMac gestolen. Dit is echt super chill, tenminste ik moet nog beginnen. Ik ben het lekker aan het uitstellen tot nu toe. Dit is toch super handig. Trouwens, het linkje naar deze hoodie staat natuurlijk in de beschrijving. Maar er loopt ook een winactie, dus als je daar mee wil doen, ik vertel er alles over in mijn vlog van gisteren. Ik zag dit ineens gisteren bij iedereen op Instagram en zo voorbij komen. Maar dit is dus mijn Spotify ding van 2017. Mijn overzichtje zeg maar. Maar ik heb ook nog een ander account. Maar in ieder geval sowieso meest beluisterde artiest Sam Smith. Dat kon ik zelf ook bedenken. Dua Lipa ben ik nog wel verbaasd over. Maar Sam Smith op nummer 1 sowieso. Favoriete genre pop. Dat kan wel kloppen. En favoriete nummers ben ik ook wel verbaasd over. Ik weet wel dat ik deze in de zomer heel vaak heb geluisterd. En ja, deze sowieso ook van Madison Beer. Maar blijkbaar heb ik Symphony heel vaak geluisterd. En Paris. Paris wist ik echt niet. Maar dit is dus blijkbaar mijn muzieksmaak. Als ik niet vergeet, link ik wel eventjes mijn Spotify playlist hieronder. Weet je wat echt een feest zou zijn? Als ik gewoon echt de tijd had om uit te zieken en niet zoveel aan school moest werken. Maar er is even een breakie, want het is nu echt al 2:10. En ik ben de hele tijd bezig. Maar ik ga mijn adventkalender openen samen met jullie. Het is dus de 6e. Ik ben al bijna gewoon een week aan het vloggen. 6 is hier. Oh, er komt zo'n lekkere geur nu vanaf. Een douche gel. Maar welke? Pink grapefruit. Die heb ik echt nog nooit geroken. Kijk, hij ziet er dus zo uit. Ook echt plus 10 voor de verpakking. Super leuk. Oh, super lekker. Ik ben überhaupt blij dat ik iets ruik. Maar hij ruikt echt lekker. Oh, en ik zie hier super lit keelsnoepjes. Deze zijn echt super goed. Antaflu. Deze ga ik meenemen. En weer verder werken aan school. Oké, ik zit nog steeds hier aan school te werken. Maar ik kreeg net echt een hele leuke melding op Instagram. Ik ben namelijk hierin getagd. En dit is dus een meisje die in haar bullet journal een soort tracker heeft gemaakt. Waar ze bijhoudt van wie ze vlogmas al heeft gezien. Super lit. Ik sta onder Zoella. Oh my god. Super leuk is dit toch? En het was dus ook al eerder gebeurd. Bij Live as Danielle X. En kijk wie er nog meer bij staan. Even inzoomen. Masha, Sabrina, Pamela, Lotte, Sarah. En ook Zoella. Oh my god. Love it. Dit is echt te lief gewoon. Ik wilde jullie vandaag mijn pamperroutine laten zien, omdat ik dus niet zo fit ben. Maar dat ga ik denk ik een andere keer doen, want ik ga vanavond pizza eten. Oh, en het lijkt me veel leuker om daar een mukbang van te filmen. Ik ga eventjes douchen, want het is echt wel donker aan het worden. Met dus mijn nieuwe douchegel. Het is nu namelijk 3 uur en het is gewoon al donker aan het worden buiten. Zo geen zin in. Hier staan trouwens andere producten die ik dus onder de douche gebruik. Maar ik hoef eigenlijk mijn haar niet te wassen, dus ik ga denk ik alleen mijn nieuwe douchegel gebruiken. Kijken of er iets leuks is op de radio. Een afwerkingsroute. Nee, joh. Gadver, verkeersinformatie. Zo, ik ging even met mijn muis over Christina de thumbnail heen en toen zag ik ineens mijn eigen hoofd. Daar. Oké, nu moet ik natuurlijk gelijk die weekvlog kijken. Ik ga de oven voorverwarmen voor de pizza mukbang. En ik heb een oproepje gedaan voor vragen. Oké, ik laat in mijn vlog mijn schone roomtour zien. En mijn winter skincare routine. En ik doe winacties. Maar vandaag is het toch echt tijd voor een mukbang. En volgens mij is dit mijn eerste mukbang sinds ik mijn microfoon. Het staat nu bovenop mijn camera en microfoon. Dus ik denk dat het geluid heel erg goed is. Maar ik ben ook verkouden. Dus ik hoop dat het wel goed klinkt. En niet heel vies. Maar ja, anders kan je natuurlijk altijd wegklikken. Ik heb hier een pizza. Zoals je kan zien. Dat is deze. Gewoon uit de supermarkt. De Ristorante Pizza Salami. Deze vind ik heel lekker. De magnetron is nog geluid aan het maken. Die gaat straks vanzelf uit.
Ik heb hier de beker van de Primark met water met ijsblokjes. En blijkbaar had ik ook nog thee staan, die best wel is afgekoeld. Het is gemberthee van Pickwick. En ik heb op Instagram vragen gesteld aan jullie. Ik weet niet hoe lang ik dit gedeelte in mijn vlog ga laten. Of ik het echt een half uur ga laten, zoals heel veel mukbangs. Of wat korter, maar we merken het vanzelf. Ik ga mijn pizza snijden. Ik moet echt een keer een pizza snijder kopen. Want het is gelijk een kerstcadeautip voor vrienden die dit kijken. Maar ja, ik ben überhaupt niet zo goed in pizza snijden. Ik merk wel dat ik er beter in word. Maar ja, een pizza snijder lijkt me gewoon heel handig. Nou, sowieso zou ik het leuk vinden als jij bij de reacties je favoriete pizza achterlaat. Wat een rust zonder die magnetronisch geluid maakt. Dit is denk ik mijn favoriete uit de supermarkt. En ik zag laatst ook dat een merk een salami pizza heeft met pesto. Dat wil ik ook proeven. Maar heel vaak vind ik pizza's waar pesto op zit te overheersend, de pesto. Ik moet eventjes ademhalen tussendoor, want ik ben dus heel verkouden. Even mijn Instagram DM's bekijken. Eerst gebruikte ik dus altijd mijn iPhone als microfoon. Dus toen kon ik dit niet doen. En nu heb ik gewoon een microfoon op mijn camera. En nu kan ik dit wel doen. Zo, de eerste vraag is gelijk: op welke leeftijd zou je kinderen willen? Patrick en ik weten niet per se hoeveel later kinderen willen. De ene keer denken we, oh wel leuk. De andere keer denken we, nee. Sowieso, als we besluiten dat we wel kinderen willen en het kan. Dan willen we het graag pas als we sowieso allebei 30 zijn geweest. Dus sommige mensen zullen het oud vinden en anderen niet. Maar ik ben dus echt al voor eerst lekker carrière maken. En je geld op orde krijgen en lekker je eigen huisje. En ik weet niet, ik vind 30 dan wel gewoon een mooie leeftijd of zo. Maar ik woon nu zelf nog thuis, weet je wel. Ik heb wel een lange vriend. Als deze vlog online komt, is het de 7e. En dan zijn Patrick en ik 7,5 jaar samen en ik ben 20. Dus dat is heel erg lang. Maar we hebben het echt heel erg leuk. En toen ik met hem kreeg, wist ik ook niet dat we zo lang samen zouden blijven. Live of Xena vraagt, heb je nog tips voor mensen die gestart zijn met YouTube? Ik ben nu 3 weken bezig, superleuk. Maar ik zeg eigenlijk altijd gewoon van, gewoon doen. Heel vaak vragen mensen, ik wil ook beginnen, wat moet ik doen? Gewoon beginnen. Je leert het pas als je echt bezig bent. Dat is echt zo. Snoep of chips? Chips, dat is echt mijn zwakte. Mijn guilty pleasure. Als je hele leven nog maar één ding mocht eten, wat zou het zijn? Ik denk toch wel sushi. Dat is gewoon op het moment mijn favoriete eten. Het is ook wel iets wat ik gewoon 's ochtends zou kunnen eten. Ik krijg wel een dikke rijstbuik. Mila vraagt, als je een hond zou hebben, wat voor hond zou het zijn? Ik wil dus later heel graag een pug. En ik zeg pug, omdat het in het Nederlands mopshondje heet. En dat vind ik gewoon echt vet stom klinken. Maar het liefst een zwarte. Het is zo klein en schattig. En het hoofdje is zo plat. En ze knorren ook een beetje. Het lijkt me gewoon echt heel gezellig. Ik vind heel veel honden leuk hoor. Sowieso heel veel huisdieren. Maar als ik een hond zou nemen, dan een pug. Yes. Ik volg op Instagram ook allemaal van die pug accounts. Met super schattige filmpjes en zo. Ik ben echt een gekke hondenvrouw. Maar ook een gekke kattenvrouw. Mijn kat zit hier op de achtergrond. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik hou ook heel erg van katten. Eigenlijk vind ik alle huisdieren leuk. Maar zelf zou ik nooit vogels nemen. Dat is gewoon niet voor mij weggelegd, zeg maar. Je mag super veel vragen binnen. Ik ga er eentje aanklikken van Quincy van Hoofd. Wanneer ben je begonnen met YouTube? 3 jaar geleden op 19 november. Dus net iets langer dan 3 jaar. Welk vakkenpakket heb je gekozen? Nou, toen ik op de middelbare school zat, deed ik in het eerste jaar VWO. Maar daarna HAVO. En toen heb ik op een gegeven moment cultuur en maatschappij gekozen. Met Duits kon ik volgens mij kiezen. Tussen Frans of Duits. Ik ging voor Duits. Maatschappijwetenschappen. En wiskunde A. Dat was mijn vakkenpakket. Precies hetzelfde als mijn zus heeft gedaan. En op dezelfde middelbare school. Echt het lyceum in Driehuis.
Super raar, want ik lijk helemaal niet op mijn zus. Maar precies hetzelfde vakkenpakket hadden we. Bente vraagt, wat wil je nog allemaal bereiken / ondernemen? Mijn opleiding afmaken, afstuderen. Ik wil gewoon klaar zijn met school. Ineens ben ik op het punt in mijn leven dat ik denk, eerst vond ik school wel leuk en leerzaam. En nu heb ik echt zoiets van, ik leer niet zo heel veel nieuwe dingen meer. En ik weet al wat ik wil doen in de toekomst. Ik wil mijn YouTube blijven doen. En ik wil gewoon iets in de marketing en communicatie richting ook doen. Social media marketing of weet ik veel. Die richting wil ik op. En dat heeft niet meer zo heel veel met mijn opleiding te maken. Dus ik wil er gewoon klaar mee zijn. Dan kan ik ook meer werken. Meer geld verdienen. Meer sparen. Op mezelf wonen. Ik heb ook allemaal reacties gewoon op mijn Instagram story met, ja, je doet een mukbang en niet eens vragen. Maar ik heb er hier weer eentje. Ooit een tatoeage. Ja. Op dit moment, kijk, ik heb dus mijn eigen sweaters en hoodies en t-shirts. En daar staat allemaal op You Go Babe. En het lijkt me heel leuk om hier getatoeëerd te hebben. Dus. Maar ik heb er nog geen plannen voor om dat te laten doen ofzo. Iemand vraagt, wil je weer een make-up routine filmen? Nou, dat had ik dus gisteren gedaan. Maar toen was ik mijn geheugenkaartje vergeten op school. Dus al die beelden zijn gone. Lekkerste pizza soort. Salami. En van de Domino's vind ik barbecue mixed grill heel erg lekker. Er zit gehakt op en bacon en allemaal soorten paprika. En ik weet niet. Gewoon heel veel verschillende dingen. Hou ik van. Ik hou van variatie. Ik heb het liefst ook als ik 's avonds een snack neem. Dat ik gewoon 3 verschillende dingen neem. Of als ik mijn brood beleg. Dat ik allemaal verschillende dingen neem. Romy Groenewegen vraagt wat op dit moment mijn favoriete beautyproduct is. En sinds ik naar het evenement van Maybelline en Gigi Hadid ben geweest. Vind ik die mascara echt heel erg fijn. Hij heeft ook een kant met van die witte fibers. Die heb ik nog niet gebruikt. Maar gewoon een zwarte mascara. Vind ik heel fijn. Wat is je favoriete serie op Netflix? Jongens, jullie moeten allemaal Stranger Things gaan kijken. Beste serie ooit. Black Mirror is er goed. Orphan Black. Nou, natuurlijk Pretty Little Liars. En Suits. En Orange is the New Black. Maar Stranger Things de allerbeste. En Black Mirror is ook heel erg goed. Tijd om de tweede helft van de pizza te snijden. Zo. En Isabelle vraagt, wanneer vind je iemand belangrijk genoeg dat je echt van die persoon kan houden? Ik vind het heel belangrijk dat iemand eerlijk is en gewoon zichzelf durft te zijn bij je. En dat doen ook eigenlijk alle mensen waarmee ik omga, want dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Dit is denk ik niet meer te drinken. Ik vind koude thee dus best oké. Weet je wat ik ook gewoon oprecht lekker vind? Koude patat. En iedereen verklaart me echt voor gek. Maar ik vind het gewoon echt lekker. Warme patat ook hoor. Maar koude patat ook. Oh. Heeft Patrick je gevraagd of jij hem? Dus toen we net met elkaar kregen. Patrick had mij gevraagd. Via MSN. Long time ago. Lena vraagt, hoe oud was je toen je voor het eerst make-up droeg? En dat was een beetje einde van de basisschool. Begin van de brugklas. Want toen kreeg je echt super veel puistjes. Toen ging ik foundation kopen bij de HEMA, die best wel oranje was. Echt niet charmant eten. Ik ga trouwens, dat zag ik bij Emeder Mukbangs, dat ze van die testen ging doen op internet. Dat wil ik ook doen. Ik heb ooit een keer een video gemaakt dat ik van die BuzzFeed testen ging doen. Lang geleden. Toen was ik volgens mij ook een beetje ziekig. Toen wilde ik gewoon een chille video opnemen. Toen had ik dat gedaan. Dus ik ga naar de website van BuzzFeed. Quiz. Mijn laptop stickers van Casetify. Ik ben er heel blij mee. Marmer printje. Oh, welk stereotype ben jij? Kies een huis die je nooit zou kunnen kopen. Oh, maar dit is met alleen plaatjes. Dat is niet leuk voor jullie. Een kerstquiz. Beantwoord een aantal kerstgerelateerde vragen. En wij vertellen je waar jij je kerstvakantie door moet brengen.
Mm-hmm. Wat is je favoriete holiday drink? Warme chocomel. Wat vind je het meest aantrekkelijk? Een warme deken, een hoe heet dat? Zo'n open haard, een tropisch windje of stadsverlichting? Open haard, dat zou ik echt willen in mijn huis. Favoriete kerstfilm? The Santa Claus, Home Alone, Polar Express of Christmas with the Cranks? Ik moet denk ik meer kerstfilms gaan kijken, want ik heb alleen nog maar Home Alone gezien. Dus dan kies ik die. Ja, of heel lang geleden andere, maar... Wat vind je het belangrijkste tijdens kerst? De mistletoe, candy canes, sneeuw of lelijke kersttruien? Candy canes eet ik eigenlijk niet. Ik zoen nooit onder zo'n mistletoe. Ja, ik vind sneeuw leuk, maar dat hebben we eigenlijk nooit. Wat wil je voor kerst? Geld, sokken, ware liefde of een kamer makeover? Nou, mijn kamer heeft net een makeover gehad. Sokken, ik wil heel graag van die dikke badstof sokken. Ik moet kerst vieren bij Big Bear. Dan sneeuwt het als je er bent. Dan heb je een echte kerstvakantie met warme chocomel en alle kampvuren die je kan handelen. En ik moet skiën. Dat heb ik nog nooit gedaan. We gaan een andere test doen. Dit was een rare. Nou, er zijn heel veel quizzen met plaatjes en niet met vragen. Oh, ik heb van die vragen van, heb je het liever koud of warm? En dan is de eerste koffie. Ik vind ijskoffie lekkerder. Garnaal? Warm. Ja. Nee, koud is sushi. Oké, koud. Kaas wil ik gewoon helemaal niet. Pasta? Koud, denk ik. Pasta salade vind ik denk lekkerder. Taart. Koud. Gefrituurde kip. Warm. Chocola. Warm. Gesmolten chocola. Chocoladefondue. Wijn. Koud. Ik heb nog nooit bluewijn gehad. Pizza. Warm. Maar wijn is nu wel een beetje koud. I'm done. En dan? Huh? Wow. Wat is dit? Ineens krijg ik een uitslag. Wat voor uitslag is dit? Oh. Ik ben een architect. Mijn soort persoonlijkheid is architect. Ik heb een strategisch brein en ik ben heel zelfverzekerd. Ik dacht dat ik gewoon tegen jullie ging vertellen wat voor eten ik lekkerder vind, warm of koud. Oké, de laatste. Lekker. Waar in Europa hoor je thuis? Kies een toeristische attractie. Jesus. Anne Frank huis. Sowieso gaat hij zeggen dat ik in Amsterdam thuis hoor. Kies eten. Escargot, spaghetti. Nee, bitterballen. Ja, ik ga in Amsterdam thuis horen. Kies een activiteit om te doen. Een spa-dag. Naar de spa, dat wil ik echt nu. Kies een drankje. Gin of sangria. Gin. Welke van deze talen spreek je het best? Dutch. Kies een toetje. Poffertjes, macarons. Poffertjes. Maar wij eten dat niet echt als dessert, toch? In Nederland. Er zijn nog een paar plaatsen waar ik uit moet kiezen. Waar in Europa hoor ik thuis? Amsterdam in Nederland. Gek, hè? Ik ga morgen naar Amsterdam. Ga ik ook vloggen. Oké. Kijk of ik nog een paar leuke DM's heb. Dit is bijna op. Echt jammer, het is zo lekker. Maar ik proef het ook ietsje minder goed, omdat ik dus verkouden ben. Oké, ik wil nog één vraag beantwoorden. En dat is een vraag van Michelle. Zou je voor altijd vegetarisch kunnen eten? Als dat makkelijk was voor mij, dan was ik het wel gaan doen, denk ik. Maar ik vind het oprecht moeilijk. Maar ik ga, ik weet niet of ik dit durf te zeggen, proberen, denk ik, om in 2018 één maand vegetarisch te eten. Dus niet gelijk vegan, maar gewoon één maand geen vlees. Dat is best wel al een ding. Terwijl ik hier met mijn salami pizza zit.
Dat was hem. Nu ga ik de reacties lezen. Onder mijn vlog van gisteren. Laatste hapje. Ik heb nog meer honger. Hé, gadver. Ik moet voor school van 7 tot 10 MTV kijken. En dan moet ik weer reclames gaan timen en zo. Ik weet ook niet waarom dat huiswerk is. Oh. Ik weet niet eens op welke zender MTV is. Ik kijk nooit tv. Maar om 7 uur is er ook echt 10, mam. Dat is ook echt niet iets wat ik normaal gesproken kijk. Ik heb mijn bril niet op. Oh, hier is het. 10, mam. Nee. Mijn huiswerk moet even wachten. Want de YouTube Rewind staat online. En mocht je dat niet kennen... YouTube zelf plaatst elk jaar een video waarin ze een overzicht geven van dus dat jaar, dus nu van 2017. En er staat bij dat ze vieren de video's, de mensen, de muziek en de memes die 2017 hebben gemaakt. Het staat hier trouwens en hij heet dus The Shape of 2017, dus sowieso Ed Sheeran. Ik moet het echt nu kijken, ik kan niet wachten. Kijktip van mij voor jou. AM, Shook. Ik weet niet of het eerder is gebeurd, maar Nicki Tutorial zit erin. En Enzo Knol. Nederland zit er gewoon in. We gaan de goede kant op. Ik heb net ook Catfish gekeken en nu is Are You Love of zo op MTV. Ik weet niet. Vroeger vond ik MTV echt de shit. Ik keek, hoe heet het? Cribs. En ik keek Be My Ride. En My Sweet 16. En allemaal super vette dingen. En Mate. Dat keek ik echt de hele dag als ik ziek thuis was. Maar, weet niet. De programma's van nu. Niet echt meer mijn ding. Ik kijk sowieso bijna geen tv. Heb ik al heel vaak gezegd. Eigenlijk alleen Expeditie Robinson. Weet niet. Ik hoop dat dit snel klaar is. Nog een half uurtje moet ik dit kijken. En morgen ga ik naar Amsterdam. En ik heb dan een sollicitatie voor stage nog eentje. Ook al was mijn eerste eigenlijk gewoon goed. Maar ik ga voor de zekerheid naar nog een sollicitatie. Zoveel mogelijk opties. En dan kan ik kijken wat ik wil doen. En ik ga met Sabrina. En we gaan waarschijnlijk hele kerstige dingen doen. Dus dat is wel heel erg leuk. Waterkoker is klaar. Ik ga nog een kopje gemberthee zetten. Ik ben de hele dag huiswerk aan het maken en thee aan het drinken. En ik moet ook super vaak plassen. Dat wilden jullie echt weten. Oké, dit is een beetje een ongemakkelijke setting. Maar ik ben ook echt weer lippenbalsem en zo heel erg aan het smeren. Ik ben wel benieuwd of jullie een lippenbalsem hebben. Of een handcreme of een body butter die echt mega goed is. Let me know. Daar heb je mij mee. Maar ook andere mensen die de reacties lezen. Qua lippenbalsem heb ik er dus een van AliExpress. Misschien een beetje raar. Maar dat is echt de allerbeste ooit. Een neppe EOS lippenbalsem is dat. En ik vind handcreme van de Rituals heel fijn. En body butter van de Body Shop. Maar ik ben echt te lui om dat altijd op te smeren. Oeps. What's wrong with me? Ik wil deze kaarsen uitdoen en snel naar bed gaan. Vliegt dat kaarsvet overal naartoe? Kan ik nu beter wachten tot het is opgedroogd? Ik denk het wel. Ik ga het opzoeken. Oma weet raad. Oké, er staan allemaal tips op Oma weet raad. Met als het al opgedroogd is, snel weer warm veunen. Zodat het weer vloeibaar is. En dan met een keukenrol. Ik hoop zo erg dat dit goed gaat. Oh, het is wel hard. Hoe snel gaat dat? Moet ik nu dit gaan feunen? Ik wil slapen. Hey mam. Kom jij even op een slecht moment uit? Ja. Maar het werkt wel. Ik ga mijn batterij van mijn camera lekker in de oplader doen. Zodat ik morgen nog een dagje kan vloggen voor jullie. Dan ben ik gewoon weer een week bezig met vloggen. Dus gewoon dagelijks vloggen. Super leuk. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de mukbang leuk vonden. Vergeet je ook niet te abonneren. En hopelijk zie ik dan morgen terug op mijn kanaal. Doei doei!